Hoi, ik zit in het zuiden van Portugal, dicht bij Albufeira. En ik ga jullie hier in deze video een top 5 geven van de mooiste plekjes hier in het zuiden van Portugal. So, let's go! Oh my god, we zijn er geraakt. Ik vraag me elke keer of we hier zelfs mogen zijn. Waarschijnlijk niet. Laten we beginnen met onze minst favoriete, namelijk Albufeira, een van de bekendste plekken in de Algarve. En here's why. We zijn in Albufeira aangekomen. Maar het is hier echt warm eigenlijk. Ik heb een lange broek aan. Dat was een domme beslissing. Het is 2 uur, we hebben echt honger, dus we zijn op zoek naar iets om te eten. Oh my god, dit is gewoon een gratis openbare wc. Ja, voor alle dirty minds out there, het is niet wat je denkt. Dat heb ik nu echt nog niet veel gezien. Nee, en het was echt nog redelijk proper, toch? Ja, dat is een schattig kraampje. Hi. Om naar het strand te gaan moesten we eerst door heel veel drukke straatjes, door deze coole tunnel. En dan kwamen we op een heel groot strand met heel veel strandbedden, heel veel restaurantjes, wat voor ons iets te toeristisch was. Tijd om te chillen op het strand. Mensen, we hebben de Eiffeltoren van Albufeira gevonden. Kijk. Maar er zit zo'n kooi in het midden. Dat is kei raar. Oh my god, mensen, dat is deze. Skydive. Dus dan moet je daar in die kooi zitten. En dan opent die en dan valt je in die netten. Free for American kooi. Oh my god, zo eng. Ik zou dat nooit durven. Zie, nothing but a net. Zijn er mensen die dat hier al geprobeerd hebben? Want leven jullie nog? Eerlijk, ik denk dat als je wilt uitgaan, is Albufeira wel echt de place to be. Als je zo ziet hoeveel barren er zijn. Barren, is dat woord? Barren? Barretjes, barren. Hoeveel bars? Bars. Bars. Bars er zijn. Like, en echt grote bars. Die, dat is like 2 verdiepen. Maar daar is allemaal nog. Dat is hier precies Las Vegas, jong. En als je dan zat genoeg bent, dan springt je blijkbaar in een net, hè. Ah ja. Alright, Albufeira. Overdag is het ça va. Niet echt de leukste stad ever of zo. Vooral het strand is wel nice, met zo die strandbarretjes. Maar ik denk dat Albufeira vooral zo een avondstad is, als we nu zo gezien hebben. Dus als je graag van uitgaan houdt, ga naar Albufeira, want dit is echt gewoon de place to be als je graag uitgaat. I swear to God. Alright, op nummer 4 staat de stad Faro. Dat is waar dat je landt met het vliegtuig. En eerlijk gezegd hadden we verwacht dat dit heel druk ging zijn. De eerste indruk van Faro is dat het eigenlijk super rustig is. Veel rustiger dan Albufeira. En dat dat hier eigenlijk... Het is ook nu maandag. En het is wel maandag. Was dat in het weekend? Of... Nee, Albufeira hebben we gedaan op donderdag. Ja. Onze eerste stop is in een koffiebarretje. Want Mats had honger en ik moest super dringen naar de wc. Ik kon het echt niet meer houden. Dus ik heb dan ineens een mocha besteld en dat is met, I don't know, met slagroom erop en chocolade. Het ziet er zo goed uit. Zo lekker. We hebben trouwens nu de gezellige straatjes van Faro gevonden. Met keiveel winkeltjes. Echt zo, doet me een beetje denken aan Italië. Rome vibes ofzo. Echt mega leuk. Rustig, maar echt mooi en super handig voor als je souvenirtjes wilt kopen. Of zoiets is dit echt perfect. De vanille ziet er ook goed uit. En? Lekker. Wat is dat? Vanille milkshake. Ja. Dat is echt lekker. Ik vind het echt leuk. Faro heeft ons aangenaam verrast. Was veel rustiger en minder toeristisch dan Albufeira. En echt perfect om winkeltjes te doen, souvenirtjes te kopen. Super vriendelijke mensen en helemaal een andere vibe dan de meeste steden met luchthavens. Oh my god, dit is letterlijk een sardienwinkel. Vol met sardientjes. Crazy. Just be happy! Na de zonsondergang te hebben gezien aan de haven van Faro, omringd met zette creepy mensen, maar daarnaast was het wel gezellig, zijn we nu op zoek naar een restaurantje. En ik heb dat opgezocht op TripAdvisor. En we zijn onderweg naar Taberna Zeze. En dat zou Cataplana hebben, wat ik al de hele tijd wil proberen. Wat dan een soort van stoofpotje is met zeevruchten.
Dus ik ben mega benieuwd. Maar dat kijk goede reviews, dus voilà. We zijn daar nu naartoe nog 8 minuten stappen, toch? Yes. Zijn we juist? We zijn niet juist, maar we komen er wel. Oké. Okay. Oh my god, mensen, dat is die Cataplana. Zo cool. Cool. Wow, thank you. Dat ruikt echt heel goed. Het zit er mee in, deze. Ja, dat is zo met brood en al. Maar ik weet echt niet hoe ik dat moet schippen. Ik ga hier We zijn in Tavira aangekomen. Wij zijn nu in Tavira. Dat is... Wat wou ik daarover zeggen? Wij zijn nu in Tavira aangekomen. Wij zijn nu in Tavira. Dat is een dorpje. Super mooi hier. Allee, ik heb ook nog niks gezien, dus wat ben ik ook aan het zeggen? Wij zijn in Tavira nu. Dat is een dorpje ongeveer een uur rijden van Albufeira. En er stond ook dat dat super mooi was, dus ik ben kei benieuwd. Let's go! By the way, ik moet zo dringend plassen. Oh my god. Op nummer 3 staat Tavira, een heel klein, schattig, pittoresk dorpje. Mooie mandarijn. Ja, I know. We zijn nu in het centrum van Tavira. Het is hier super rustig, super mooi met die kerk. Maar het is letterlijk een paar restaurantjes, een paar winkeltjes, super mooie winkeltjes wel. En een kerkje en dat is eigenlijk dus wel heel rustig. Als je van rustige dorpjes houdt, is dit wel een aanrader. Maar je kunt hier niet de hele dag rondlopen en verwachten dat je hier superveel gaat kunnen zien. Waarom we dit boven Faro hebben geplaatst, is omdat het een heel rustig lokaal dorpje is, wat niet te veel mensen aantrekt, wat wij super leuk vinden. Dat is een mooi hondje. Wil jij die open doen? Ja. Dank je. Hoe strak moet dat zijn? Tadaa! Goedemorgen, wij gaan vandaag naar Carvoeiro en we gaan kajakken! Leuk. In een bekende grot, de Benagil Cave. Maar we zijn nu 5 minuten aan het rijden met de auto. Obviously zitten we nu niet meer in de auto, want wij hebben een super mooi plekje gezien met allemaal van die Mediterranean trees. Wat voor bomen zijn dat eigenlijk? Zijn dat olijfbomen? Nee, kijk, mooi hè? En we dachten van, weet je, we gaan hier gewoon stoppen met de auto. Want die vrijheid hebben we met een auto. En we gaan hier een paar mooie foto's maken. Ik vraag me elke keer of we hier zelfs mogen zijn. Waarschijnlijk niet. Maar ik denk niet dat mensen... Nee. We're such badass. Echt, hè? Nee. Oh, waarom is die automatisch aan het inzoomen? Ik deed toch niks? Ik vind het altijd zo crazy als je zo kijkt hoe droog die grond is. En hoe weinig vocht hier is, hoe hier toch zo planten kunnen groeien. Nog een vlinder. Een gele. Deze is wel olijven, denk ik, niet? Kijk, we hebben ontdekt wat er aan de bomen hangt. Van die, ja, hoe noemt dat? Als je dat zo laat opdrogen en dat wordt zo donker, dan kun je ermee schudden en is dat precies zo'n instrumentje. Ik ken dat niet. Wat eet je hier van de pitten of zo? Ik weet niet of je daar iets van kunt... Ja, waarschijnlijk wel. Ik ken dat alleen maar als muziekinstrument. We will always look... Ah ja, dat mag ik niet zingen. Of krijg je voor zingen van lyrics copyright strikes? Nee. Okay. Want jij lijkt niet genoeg. Stem lijkt niet genoeg op de originele. Zeg. Zegt je nu dat ik niet kan zingen? Nee, jij zingt te mooi. Ah, dat moest ik... Ah, hier zijn ook nog... What the fuck, dat zijn er al veel. Oh my Gucci. Ik ga stoppen met filmen, want mijn arm begint een kramp te krijgen. Het is wel echt warm. Dat is weer zo'n gourmetpannetje. Ja, super warme macaron. En ik heb een koffie. Next op de planning. Chillen op het strand. Ah ja, en insmeren. Heel belangrijk. Hoe laat is het nu? 1 uur? Het is nu 1 uur. Dan hebben we een uur en dan moeten we vertrekken naar de kajak.
Oh my god, mensen, we hebben nog maar 5 minuten en we moesten er een kwartier op voorhand zijn. I'm stressing out. We hebben net pastéis de nata gekocht als middageten. Maar het is wel lekker, though. Ik heb hier wel niet meer gegeten. Oh my god, mensen, dat is hier kei moeilijk om te vinden. We staan hier op zo'n grote parking. Dat is 2 minuten van het strand. En dat is redelijk steil bergop. En er zijn zoveel verschillende bedrijven dat die kajakken verhuren. Dat we letterlijk al door 2 verschillende bedrijven zijn aangesproken van ja, zijn we op zoek naar jullie? En dan zeggen we zo onze naam. Ah nee, niet via ons. En dan zijn we zo van ja, maar dit was het afgesproken punt. Die parking namelijk. Waar moeten we dan zijn? Ah ja, ga anders eens beneden horen aan het strand. Daar zijn nog andere operators. Misschien is het een van die. Maar het is ondertussen al 3 uur. Maar ja, ze... Oké, beneden was het ook niet, dus we zijn terug naar boven gegaan. Want dat is hier gewoon een camionet op de parking, zoals deze. Gewoon zo. Dus ja, voilà. We hebben het eindelijk gevonden. We zijn wel echt veel te laat. Het is ondertussen 3:30, we hebben een zwemvestje gekregen. En onze kajak moeten die zelf helemaal naar beneden dragen. Want dat is een opblaaskajak. Maar die vrouw zei dat dat veiliger was dan zo van die harde. Ze heeft ons ook heel duidelijk gezegd dat we niet langs de rechterkant van de grotter moeten gaan. Niet langs de linkerkant? Ja, hangt er vanaf hoe dat je... Ah ja, langs de rechterkant als je er van buiten staat. Toen hadden ze ons ook gezegd dat er vorig jaar 3 mensen gestorven waren. Dus ik dacht van, oké, bedankt om ons stress te geven. Ik zou dat gewoon doen. Maar bon, nu moeten we helemaal naar beneden lopen met dat ding. En dan krijgen we trouwens 2 uur vanaf dat we in het water zitten in plaats van een uur. Want we hebben toch maar een uur of anderhalf uur. Ah ja, is wel uit. Dus we krijgen 1/2 uur extra. Echt super vriendelijk. Oh my god, we zijn er geraakt. Ik zei het, we hebben daar 1/2 uur op dat strand gewoon gestaan. Omdat we niet in de zee geraakten, want die golven waren massa's hoog. En al die andere organisatoren hielpen hun klanten in het water. Maar die van ons is niet eens mee naar beneden gekomen, naar de zee. De kajak stond ook op de top van die bergen en de zee stond zelf naar beneden. Exact. En we stonden echt 1/2 uur te knoeien. Iedereen van het strand was echt aan het starren van, wat de fuck zijn die twee aan het doen? Keiveel water in die boot. Ik had zoveel stress en toen kwamen die toevallig naar beneden omdat er een groepsding ging beginnen. En dan heeft hij ons geholpen in het water gelukkig. Onze perels waren ook kapot, maar bon. Anyway, het duurde echt maar 5 minuten om hier te geraken. Dus, en we zijn er en het is hier zo mooi, maar echt zo mooi. Maar ik denk echt, ik heb al stress om terug te gaan. Bon, anyway, kijk hoe mooi het is. By the way, als je met zo'n boottour gaat, dan gaat je gewoon in het grotje voor letterlijk 2 minuten. Kun je foto's nemen van het gat en dan gaat je terug weg. Dus alle mensen die hier op het strand zijn, zijn allemaal met de kajak gekomen. En het is hier super rustig. Dus ik zou zeggen, allemaal een kajak huren. Dan kun je hier rustig blijven en foto's maken en alles. What the fuck, kijk. Zoveel stenen. Hierboven is nog zo'n gat. Zonder een gat. Hey, ben echt kapot. What the fuck, ik heb 10 minuten gekijkt ofzo. Maar dat was gewoon heel stresserend. Maar het was wel mooi. En zeker onvergetelijk. Wij staan terug geparkeerd in Calvaro. Ben ik rood? Een beetje. Calva. Wauw, hoe noemt hij weer? Carvuera. Carvuera. Ik ga het opzoeken. Bon, wij zijn terug in het dorpje van daarnet. Ah, op de tweede plaats staat Calvuero, een van mijn lievelingsstrandplekken in de Algarve. Super lokaal, rustig, mooi strand, niet te groot, prachtige gebouwen, leuke restaurantjes. Gewoon perfect. Waterval. Het is ondertussen 7:30 en wij zijn nu in nog steeds Calvuero en we gaan hier iets eten. Het is hier zo gezellig met de muziek, super nice. Het is hier echt heel klein, maar echt perfect strandplekje om gewoon een dag te chillen aan het strand en zo winkeltjes te doen en s'avonds te eten. Ik vind het hier echt mega leuk. Goedemorgen, ik hoop dat je mij kunt horen met die... Wat is dat zelfs? Gesnoei van Hagen. Gesnoei van Hagen?
Wij gaan vandaag naar Lagos. Dat is blijkbaar een heel mooi plekje. Op elke post over Albufeira komt Lagos ook voor. Dus zeker de moeite waard om te zien blijkbaar. Dus wij gaan dat uittesten. Let's go! We zijn nu aangekomen op onze eerste stop in Lagos, namelijk de haven. Die is echt super groot, mega mooi en mega leuk op boot ook. Het grappige is ook dat hier echt super veel kraampjes op heel de dijk staan met allemaal van die boottours dat je kunt kopen. En iedereen zit zo te roepen van kom bij mij kopen, kom bij mij kopen. Maar we hebben die al online gekocht, dus. Weet je wat ons opvalt? Hier zijn echt heel veel Britten en Nederlanders. Heel veel Europeanen, dat is straf. Ik denk gewoon echt dat het populair is onder de Britten, omdat je zo ook overal zo English breakfast hebt en zo. Maar echt overal. Hè? Ja, en ook veel Nederlanders die hier zoiets uitbaten. Ja, zoals gisteren dat ijsjeskraampje. Wij zijn aangekomen op een terrasje in het centrum. Dat heet hier Playas. Nee, dat kan niet, want dat is Spaans. Praia dos Estudantes. En ik heb een wijntje besteld en dit is de view. Zo mooi toch? Mensen, we hebben hier echt een hidden gem gevonden. En dat is zo, weet je nog waar wij dat terrasje hebben gedaan? Dat gewoon naar beneden lopen bij die, wat is daar? Praia de Estudantes. En dan door een klein gangetje. Daar komt je hier. Zo mooi. Nu Instagram foto's maken. Oké, let's go. Wij gaan nu naar het oude centrum van Lagos. Lagos, ik was het al vergeten. Dus... Nog 8 minuten stappen. We zijn per ongeluk weer op een terrasje beland. Het is een uur verder. Het is hier trouwens super gezellig in Lagos. Waarom vergeet ik die naam altijd? Het is hier zo super rustig eigenlijk. Veel rustiger dan Albufeira en veel zo authentieker. Ja. Zo veel pittoresk. Is dat woord pittoresk? Ja, toch? Dus super tof. En we zijn nu een beetje in het oude centrum inderdaad, maar ik was zeggen in de sangria gevoel. Is dat mooi? Dat lintje maakt het wel echt af. Allemaal is het wel rooskleurig. I like it. Echt? Ja, dat is toch? Het leven door een roze sanabel. Oh. Deze. Ik vind die leuker. Ja? Die heeft meer zo contrast en deze is zo te... Lagos verdient duidelijk de eerste plaats. Als je ooit naar de Algarve gaat, vergeet dan zeker dit dorpje niet te bezoeken. We houden even pauze in de auto. Even opwarmen, want het is zo keihard aan het warmen. We gaan nu naar... Je bent precies zo. Pidade. Precies zo. Oké, Mats, nu is het tijd voor uw spreekbeurt te houden. En dan zo... Pont de Piedade, maar niet in het Frans. Piedade. Piedade. En daarna Camilo en... Ja, dat heb ik opgeschreven. Nog eentje. Ja, dat zijn mijn punten hoor. Ik geef u maar een 5 op 10 voor uw presentatie. Oké. Zoals je kunt zien heeft Lagos echt alles. Van een supergezellig centrum met keiveel leuke winkeltjes en lekker eten, naar geweldige natuur en stranden. Look at this. Oké, blijkbaar zijn die 3 stranden dat we zeiden allemaal eenzelfde kustlijn en loopt dat gewoon door. Dus als je één ziet, ziet je ze eigenlijk allemaal tegelijk. Maar we zijn een beetje omgewandeld, dus nu hebben we de... Praia do Camilo, de bekendste, nog niet gezien. Also, het is hier mega koud en het waait hier keihard. En hoezo heb je enkel een t-shirt aan en een short? I am freezing my tits off. Wauw. Zo mooi. Oh my god. This is crazy. Oh my god, dit is echt nice. Oh ja.
Oh my god, we zijn hier helemaal alleen. Maar like fully alleen. Op zo'n bekende plek, helemaal alleen. Dat is insane. Ik vind het echt crazy, want ik vond Albufeira veel drukker en ja, minder gezellig. En hier Lagos Centrum, oud centrum zelf, ook veel rustiger. En hier veel is gezelliger. Het veel mooier ook. Ja, inderdaad. Lagos, zeker visiten. Kijk naar die kleuren. Oh my god, zo mooi.